In de begin jaren 50 zat ik op een provinciaal schooltje in Groningen. In Grote Gast heette dat dorp. En daar was het allemaal wat anders dan tegenwoordig natuurlijk. Weinig vertier, allemaal wat meer discipline ook en zo. Je moest niet al te veel geintjes uithalen, dan werd je dus gestraft. Meneer Potjegort, die staat mij nog heel goed voor de geest, was een buitengewoon tolerante man. Die, dat gaat vaak samen denk ik ook met nogal wat humor was begiftigd. Die bijna van zijn levensdagen nooit kwaad werd, maar altijd wel een positieve draai weer aan iets wist te geven. Een hele relaxte man die zich ook niet fanatiek maakte over iets ook maar. En was een uitstekende docent naar mijn idee. Maar zonder alsmaar te drammen op de lesjes en de jaartallen en de, zoals het in die tijd wel de gewoonte was. Hij kon prachtig vertellen. Als je bijvoorbeeld, nou ik noem maar wat, bij oude geschiedenis ook wel de piramide van Egypte of de tempels in Griekenland. Dan was het net of je daar zelf daar ook liep. Hè? Ja, twee grote passies deze man. Er waren zijn bloemetjes. Thuis waarschijnlijk ook, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval in de vensterbank van de school, de klas waar we dan zaten, daar stonden een heel heerleger, met name geraniums. Begonia zat hij ook nog en nog wat andere gefladder. Maar en die werden met zeer veel zorg, als pasgeboren babytjes werden die dus door hem verzorgd. Gestekt en van water voorzien natuurlijk en ontgediept, dingetjes eruit halen en zo. Dat was zijn trots. Zijn tweede passie, dat had meer betrekking op het lesgeven, dat was dat hij heel veel stof comprimeerde in een uitspraak. Ja? En dat deed hij niet om ja, een beetje geleerd te doen of zo, maar hij maakte echt kennelijk, hij deed moeite om de stof ja, compact samen te ballen tot iets wat bleef hangen. Dus het waren een soort kapstokken die hij dan gebruikte. Naast het schoolbord had hij een van die spreuken staan die hij nogal hanteerde. Dat was: wij leren niet voor de school, maar voor het leven. Er waren ouderwetse schoolbanken met inkpotjes. Hè. Die werden steeds bijgevuld uit die grote flacons, die grote inkflessen. En die inkflessen die bewaarde deze meester Potjegort om daarmee zijn plantjes te kunnen begieten. Dus voor een aantal lege inkflessen stonden daar in de vensterbank. En er had een van de jongens van het groepje waar wij maar vaak mee op het schoolplein stonden, die had een beetje staan op te scheppen, zeg maar. Die zegt: ik durf wel, als de meester het niet is natuurlijk, in zo'n lege inktfles te pissen. Dan ging die meester altijd, die Potjegort, die ging één keer per week, ging die alle klassen rond om in zijn eigen klassenboek, zo in zo'n week staat, alle absenten bij te schrijven van de andere klasse. Er was een moment dat hij altijd 5 of 10 minuten weg was. Nou, dat was de gelegenheid waarop deze jongen dat dan zou moeten gaan doen. En daar ging hij dus zijn snikkeltje in de tuit van die inktfles stoppen en leegde vervolgens een blaas in die inktfles. Ja, en toen, op een zeker moment, Potjegort stond daar midden in de deuropening en ja, de klas natuurlijk onmiddellijk stil, die schrok. En die zieger die voelde zich natuurlijk ook betrapt en die kermde toen op zijn Gronings: ik ken hem er niet uit, kringmeester. Ik kan hem er niet uitkrijgen. Zit er behoort uit? Nou, in tegenstelling tot wat wij verwacht hadden, dat Potjegort verontwaardigd zou zijn, zei die man: nou, dat ziet er niet zo best uit. Jij moet zo snel mogelijk maar even naar de dokter. En dat zie ik nog steeds voor me, dat die zieger dus echt met zo'n inktfles, als een urinaal tussen zijn benen, half vol met die gele pas natuurlijk. Ja, hij erachteraan, inmiddels was voor hem de aardigheid eraf, dus huilen en zo, en de stoerheid was af. En zo het lokaal uitging, richting dokter. Want het spulletje was wat gezwollen natuurlijk, hij kon er niet uitkrijgen. Nou, dat heeft de dokter gedaan en die meester die pakte dat gelijk op en die ging toen daar niet over verder over zitten te zeuren. Maar
Die ging een lesje beginnen over de hele sanitaire toestanden, zeg, bij de Romeinen. En dat was wel grappig. En toen sloot hij die les dus af met, dat is wel bekend, ook in het Latijn wel een bekende spreuk, Homo sapiens non urinat inventum. Een wijze man, wijs mens, pist niet tegen de wind in. En toen zei hij tegen die zieger, en ook niet in een inktfles. Hè? En daarna gaf hij die lege fles dus, die kon hij meekrijgen naar huis. En dat vond ik heel leuk. Had hij het op het etiket dus deze kreet geschreven. Een wijs mens plast niet. Oh nee, dat had hij in het Latijn geschreven. Dat had hij in het Latijn. Had hij Homo sapiens non urinat inventum. Zo. En die mocht Sieger meenemen als trofee, zeg maar, naar zijn